Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 26 november. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. En van die bewolking zijn we voorlopig nog niet af. Vanochtend is het al zo'n 7 tot 10 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Af en toe dus wat lichte neerslag en dat zal vanmiddag ook zo zijn. Het wordt dan nog wat zachter. De temperatuur loopt op naar 10 tot 11 graden. Misschien dat het in Limburg zelfs lokaal 12 graden gaat worden. De wind die neemt ook wat toe en die wordt af en toe vrij krachtig aan zee, misschien wel krachtig vanavond. Temperaturen ook vanavond hoog, zo rond de 9 à 10 graden met hier en daar nog wat motregen. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen. En morgenochtend moeten we dan ook rekening houden met veel regen. Temperatuur blijft hoog, zo'n 10 tot 11 graden. En in de middag kan het af en toe wat droger worden. Dan krijgt de neerslag een meer buiig karakter. En de dagen erna? Nou, donderdag verandert er nog weinig. Ook dat is een natte dag met temperaturen rond de 10 graden. Vrijdag breekt de zon weer af en toe door. De wind draait dan naar het noordwesten. De temperatuur komt wat minder hoog uit. Het wordt een graad of 8. Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dinsdag.